Hallo, welkom bij de podcast. Hallo, welkom bij de podcast van Solo Stories. Mijn naam is Benno Hoogveld en ik ben artistiek leider en regisseur van de voorstelling Emma wil leven. In het eerste deel van het tweeluik kon je horen hoe Dook van Dijk een gesprek had met Jo en Marie-Lise, de ouders van Emma. In deze aflevering hoor je het vervolg. Maar je zei net dat je dan steeds zo afvraagt, oké, wat moet ik doen? Heb je dan soms dan nu achteraf dat je nog denkt, hoe zit het met die schuld? Hebben we nou alles gedaan? Is dat? Oh ja. Ja, ik heb nog, dat is misschien heel stom. Maar wel heb ik een beetje als ouder zijn het gevoel van, ja, het is ons niet gelukt om haar beter te laten worden. En ik wil niet zeggen dat we daarin, het voelt toch een beetje als falen. Ik had het haar zo graag gegund. Ze wilde zo graag. Maar de andere kant is ook dat ik zag, het was zo sterk. Het was zo sterk. Als ik terugkijk, denk ik wel eens van, goh, hadden we. Maar ja, dat weet je, achteraf, terugkijkend, denk je altijd van, hadden we zus of hadden we zo. Het is achteraf altijd zo makkelijk praten. Dat is de andere kant. En ik geloof wel dat we heel veel geprobeerd hebben. Ja. Ja, we probeerden het heel lief. En dan weer wat harder. Dan weer. Ja, het was ontzettend zoeken. Zeg ik dat juist? Ja. Nee, maar ik geloof inderdaad dat je. Kijk, ja, achteraf is niet hetzelfde als het moment dat je erin zit. Ja. Kijk, laat ik het zo zeggen. Als ik had geweten dat ze zou overlijden, dan had je misschien dingen anders gedaan. Maar we vochten er natuurlijk voor, ja, dat ze niet zou overlijden. En hoe was die kans? Hè? Want was die kans gelijk al aanwezig? Hoe werkt zoiets in zo'n ziektebeeld? Is het dan, wanneer is dat een soort van het beeld dat je denkt, oh, dat is misschien waar we. Ja, maar er zitten twee verschillende dingen qua overlijden in. Kijk, toen ze voor de eerste keer bij het AMC kwam, toen was de situatie kritiek. Want die arts zei niet voor niets, want het kan ook de IC worden. Dus zeg maar, als je bloedsuiker zo laag is, dan kun je een insult krijgen bijvoorbeeld. Of een hartstilstand, of ja, ik weet niet precies. Maar in ieder geval, dat is levensbedreigend. Ja, dat is zo acuut, dat kan je bijna niks bij voorstellen. Want zo slecht ziet iemand er dan nog niet uit. Naarmate die ziekte verder ging, kreeg ze natuurlijk steeds meer lage hartslag. Onregelmatige hartslag. Dat is ook gevaarlijk, dus ze heeft ook vaak aan de monitor gelegen. Nou, als je dan in die conditie een griepje krijgt, wat ook gebeurt, nou, dan behoor je wel tot een kleine risicogroep, zal ik maar zeggen. Dus dat hebben we heel vaak gehad. Maar op een gegeven moment krijg je een andere overweging. Dat je jezelf op een gegeven moment tegen een collega hoort zeggen van, ik weet niet of ze dit, of ze ooit beter, of ze dit gaat overleven. Ja, maar dat was pas in het laatste jaar. Dat is weer in het laatste, maar dat is weer iets anders. Ja. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, ja, ja. Het ene is gewoon van, dan heb je een acute situatie omdat je lichaam heel snel achteruit is gegaan. En in het tweede geval ging het er meer over, we zijn nu 6 jaar verder hiermee bezig. Ik zie je alleen maar verder achteruit gaan eigenlijk, hè, over alle jaren heen gerekend. Ik weet niet of je dit gaat overleven. Weet je, dat is weer een andere. Ja. Ja. Maar dat was eigenlijk in mijn beleving pas het laatste jaar toen ze in het AMC lag. Dat jaar daarvoor, ze heeft de examen nog gedaan. Dat was wel, dat vond ik wel het moeilijkste jaar. Omdat het toen daarvoor was ze eigenlijk weer aardig best redelijk hersteld. Toen was er wel gezegd van, het kan zijn dat het bij jou chronisch is. Dat was voor ons een enorme klap, weet ik wel. Van dat je echt denkt van, god meisje, is dit jouw leven? He, gewoon heel verdrietig. Maar hadden we. En toen is ze naar Praag geweest en toen was ze enorm afgevallen in een week tijd.
En toen ging het stapsgewijs, in een jaar is het toen steeds minder geworden. En dat was het jaar waarin wij niet meer in die zin actief met haar bezig waren met de eetmomenten. We probeerden wel, maar dat Emma eigenlijk ook een beetje het heft zelf in de handen mocht hebben. En waarom? Maar je zag haar wel achteruit gaan. Toen had ik nog niet het idee van ze kan sterven of zo. Maar wel dat het heel zorgelijk was. Maar het laatste jaar, toen was ze lichamelijk eigenlijk heel slecht. Toen ze werd opgenomen in het AMC. Toen kwam het van, ze is nu zo slecht. Het zou wel eens kunnen betekenen dat ze dit niet redt. En in ieder geval zou het dan wel zo zijn dat ze blijvende lichamelijke schade zou hebben. Wat ook wel weer een punt is van, ja, dat heeft ook iets onomkeerbaars, laat ik het zo zeggen. Ja. En hoe is dat dan? Hoe was het dan voor jullie? Ja, weet je, op het moment dat het, kijk, dat van dat chronische, die zag ik niet aankomen. Dus dat, vandaar dat. Hè, maar wat bedoelen ze met chronische? Bedoelen ze mee van, niet dat je er nooit meer van afkomt, want die kans bestaat er altijd. Zelfs mensen die het al 10, 20 jaar hebben gehad, kan toch een moment komen dat ze er van afkomen. Maar dat bedoelen ze meer van, kijk, normaal hebben ze een programma van een jaar of anderhalf jaar. En daarna ben je, nou ja, laat ik zeggen, zo ver hersteld dat je alleen nog maar in een soort nazorg- of monitoringsprogramma komt. Wat ze natuurlijk al eerder wel ja, had gehad. Ja, daar gaat het nu even niet om. Het ging er nu om van, zij zeiden van, lekker bot. Nou, dat gaat niet lukken. Dus dan kom je in een ander behandeltraject. En dan kan je nog steeds op elk gewenst moment zeggen van, nou, ik wil toch nu voor herstel gaan. Maar dat is niet meer die druk van het programma van binnen een jaar moet je zover zijn. Dat bedoelen ze eigenlijk met chronisch. Ja. Maar dat was voor ons wel een hele klap, weet ik wel. Dat... Ja, die zag ik niet aankomen. Kijk, dat als op een gegeven moment gezegd wordt van, we weten het eigenlijk ook niet meer zo goed. En ik weet niet of ze wel beter gaat worden. Ik bedoel, op het moment dat dat gezegd wordt, nou ja, ik bedoel, toen zag ik het wel aankomen. Ik bedoel, dan is nog steeds, komt het hard aan als het gezegd wordt. Maar je snapt wel dat het gezegd wordt. En je hebt het zelf al gedacht. En op een gegeven moment ging het toen zo dat ze zeiden van, nou, jullie moeten erover gaan nadenken of ze nog wel gereanimeerd moet worden. Nou, dat is weer een stapje. Die zag ik weer niet aankomen. Dat is, want toen ging het om, er zat zodanige botontkalking dat als ze zou reanimeren, dat je dus de borstkast beschadigt. Ja, want met alle risico's weer van dien. Dus dat hebben we toen met Emma overlegd. En toen zei Emma van, nou ja, kijk, als ik er als kastplantje dan uit moet komen, dan niet. Maar als ik het kan overleven en weer wel weer beter kan worden, dan wel. Dus eigenlijk zijn al die voorstappen zijn een soort van, bijna, ja, hoe noem je dat? Je groeit er naartoe. Ja. Maar toch, aan de andere kant zeg ik ook, heb ik dat jaar, weet je, je zag er zo worstelen en vechten en intens verdriet ook. Ze wilde eruit. En het lukte maar niet. En ook gesprekken met een tweede psychiater van, zullen we toch dwang? Of stel dat het nu niet goed. En daar was Emma heel duidelijk in. Dat wilde ze never, nooit, niet meer. Dan maar liever. Maar haar innerlijke worsteling en aanhankelijkheid ook naar ons toe, hè, toen. Maar ook het niet kunnen stoppen. Hè, van weet hoe belangrijk het eten voor je is. Dat je dat echt nodig hebt. Maar het niet wil kunnen. Wil jij nog wat drinken trouwens? Ja, dus ja. Weet je, ze wilde echt. Maar ze kon het niet. Ze kon het echt. Ja. Weet je, dan moet je voorstellen, dan hield je de hand vast en dan probeerde je echt. En dat deden de verpleegkundigen ook. En het lukte er gewoon niet. En het was niet dat ze het niet wilde. Dat was het niet. Maar ze kon het gewoon echt niet. Ja, dat vond ik. Ja, weet je, ik vond het zo intens verdrietig voor haar. En ze wilde zo graag. Maar wat ik ook zo verdrietig vond, is de eenzaamheid. Die enorme eenzaamheid. Eigenlijk, je vriendinnen die allemaal
als 18-jarige die uitgaan, die de hele wereld. En jij zit daar in een ziekenhuis. Je ziet nog maar heel weinig mensen eigenlijk. Je wereldje wordt heel klein. Ja. En dat geldt natuurlijk voor heel veel meisjes. En je kan het andere mensen ook niet kwalijk nemen. Want die begrijpen het natuurlijk ook niet helemaal. Maar ja, dat is wel intens verdrietig. Ja. Dat vond ik zo... Ja, schrijnend. Nou, je zit nog meer met je... Ja, ik noem het altijd het grijze monster. Je zit nog meer alleen met je grijze monster in plaats van... Absoluut. Want er is er ook verder niks. Dus dat grijze monster krijgt veel meer de ruimte om jou te bepalen. Ja. Ja. Maar wat ook zo vreemd is aan die ziekte... Emma zei wel eens, want ze heeft natuurlijk ook best veel in... psychiatrisch medische units in de Paas en zo gezeten. Mm-hmm. En dan zei ze altijd van... of dan zei ze wel eens van... eigenlijk zijn die andere patiënten beter af. Want die denken namelijk dat er niks met ze aan de hand is. En die denken, ik noem een voorbeeld hoor. Ik ben Napoleon. Maar je hebt dan niet door. Ja. Ja. Dat niet zo is. Ja. Je denkt, alles oké. Okay. Maar zij zei ook op een gegeven moment van... ja, maar ik zie mijzelf dingen doen. Die ik niet wil doen. Maar ik weet dat het niet goed is. Maar ik kan het gewoon niet tegenhouden. Ja. Nou, hoe afschuwelijk. Dus dan kijk je naar jezelf. Hè? De gezonde ik kijkt naar de zieke ik. En die laat je dingen doen. Maar ja, je kan het niet tegenhouden. Ja. Nou, dat vind ik wel verdrietig. Ja, er komt nu in januari komt er een boek en een voorstelling uit. Hoe is het voor jullie? Ik vind het fijn dat we dit voor Emma kunnen doen. Omdat Emma dit graag zelf gewild had. Emma wilde echt een boek schrijven. Emma wilde hier echt iets mee doen. Wat het betekent als je deze ziekte hebt. Wat er gebeurt dan. Is dat ook waarom je dan ja hebt gezegd? Absoluut. Dat is voor mij, maar ik kan niet voor jou spreken. Oh, dat kan je best wel. Ja, kan ik wel. Maar dat doe ik niet. Nee. Nou ja, laat ik zo zeggen. Ik zou het zelf niet bedacht hebben. Kijk, het is nu allemaal begonnen met die documentaire. Ja. Nou, daar heeft Emma zelf iets over gezegd, hè, op een van die filmpjes. Nou, en Carmen die heeft toen het initiatief genomen, want die kende Jessica Valerius. Nou ja, je hoort het Emma zelf zeggen. Dus wie zijn wij dan om te zeggen van nou, dat doen we niet. En naar aanleiding van de documentaire kwam er een verzoek van Solo Stories. Van, hoe zouden jullie het vinden dat... Nou ja, kijk, voor ons gaat het erom van wat is de doelstelling. Als de doelstelling is ook een soort maatschappelijke doelstelling. En dat je op een respectvolle manier iets in beeld wil brengen. En mensen en daar een bepaald doel mee nastreeft wat wij kunnen ondersteunen. Dan zeggen we ja. Ja. Dus dat hebben we gedaan. En toen was dus vervolgens... eigenlijk maakten zij altijd een theatervoorstelling naar aanleiding van een boek. Hè? Mm-hmm. De voorstelling die nu nog speelt is natuurlijk Van Ma. Hè, naar aanleiding van het boek van Hugo Borst. Maar goed, in het geval van Emma was er een documentaire en geen boek. Maar uit de documentaire bleek wel dat er best veel mensen ook met vragen achterbleven. Van, hoe is dat dan eigenlijk zo ver gekomen? Want je ziet eigenlijk in de documentaire, het grootste deel gaat over haar laatste 2,5 week. Van, wat is er daarvoor eigenlijk allemaal gebeurd? En hoe kun je dat in wat grotere context, hoe moet ik dat zien? Dus van daaruit dat ze hebben gezegd van nou, misschien is het toch ook goed om dan in zo'n boek op dat soort dingen ook in te gaan. En ook tegelijk met de toneelvoorstelling een boek uit te brengen. Maar dat wilde zij dus ook. Zij wilde daar echt iets voor betekenen. En weet je, uit haar naam van als wij iets voor deze mensen, hè, maar ook voor de hulpverleners. Want we hebben ook heel duidelijk gezien dat die heel graag willen. Maar dat die ook tegen muren oplopen. Als je daar misschien een stapje in kunt maken, als we daar een kleine bijdrage in kunnen leveren, wat zeg ik nu? En ook een beetje bekendheid met de ziekte, dat je dat taboe doorbreekt, want niemand wil dit. En het taboe wat er sowieso op psychische ziekte ligt, is groot. En hebben jullie eigenlijk inspraak gehad in de voorstelling? Over wat er in het script komt? Of, nou, ze hebben ons... Ja. Nou, zeer volmondig, We hebben het script 3 keer gelezen.
En we hebben echt mogen aangeven, nou, dat klopt niet of dat willen we liever niet. Nou ja, dat en echt, ook... Kijk, je hebt natuurlijk altijd... kijk, een script voor een toneelvoorstelling is geen biografie. Hè, dus je houdt ook iets van vrijheid, hè, want het moet ook op toneel werken. Ja, ja. Hè, ja, natuurlijk dat wel, maar we hebben daar enorm veel input voor kunnen leveren en mogen leveren. Ja, kijk, en wat voor ons wel heel belangrijk was... om mensen niet negatief in het daglicht te stellen. Want natuurlijk is niet alles perfect gegaan. Maar wij zijn ook niet perfect. En Emma ook niet perfect. Maar iedereen heeft wel het geprobeerd. Dus en wat heb je daaraan? Ja. Hè? Van je hoopt juist voor de toekomst dat dit minder hoeft te gebeuren. En dat er nieuwe wegen komen. En ook bijvoorbeeld wat meespeelt waar we aan hebben gedacht, is bijvoorbeeld je moet niet gewichten erin. Want je kan daar mensen mee triggeren. Of... Ja. Ja, dat soort dingetjes eigenlijk. Of niet, we willen niet iemand negatief naar voren laten komen. Terwijl die dat heel goed kan hebben bedoeld. De intentie was goed, maar bij Emma werkte dat net niet. Ja, wat... Maar geldt bij het boek ook. Hè? Het boek hebben we ook echt... ook volgens mij 3 keer gelezen. En daar is ook zeer serieus mee omgegaan. Ja. Ja. Kijk, we hopen dat we mensen ook aan het denken gaan zetten van... waar zijn we mee bezig? Hoe doen we het nu? En wat doen we nu goed? Wat zou er beter kunnen? En de samen, nou ja, weet je... Maar eigenlijk vertellen we alleen maar het verhaal en geven we niet zozeer de antwoorden. Want die hebben we ook niet. Die hebben we ook niet. Ja. Wanneer gaan jullie eigenlijk dan voor het eerst kijken? Wij zien de generale repetitie. Wij willen hun daar ook vrij in laten, weet je. Wij zijn niet professionals. En we zijn niet de doelgroep. Nee. Wij zijn niet de doelgroep. Nee, maar ik vind ook, zij moeten daar... wij hebben onze input geleverd. En dan mogen zij dat op hun manier uitvoeren. Ja, dus je hebt een doorloopvoorstelling, noemen ze dat. Hè? Dat ze alle scènes achter elkaar doorspelen. Daar zouden we naartoe mogen. Maar voor ons, wij vinden het eigenlijk ook wel oké om de generale repetitie... laat maar komen, laat maar gebeuren. Weet je, het is nu uit onze handen. Ja. Het is hun product, op basis van onze input. Maar nogmaals, wij zijn niet de doelgroep. Dus kijken waarschijnlijk met andere ogen. Ja, dat doe je sowieso. Ja. Maar we ervaren het wel. We hebben er alle vertrouwen in, dat in ieder geval. Ja, nee, de wijze waarop ze alles doen. En ja, dat voelt gewoon heel integer. En waar bent u het meest benieuwd dan naar? Of wat is... Nou, als ik heel eerlijk ben, ik kijk er niet naar uit. Moet ik ook eerlijk zeggen. Want ik denk dat het best wel weer heel confronterend is. En ik weet het eigenlijk niet. Weet je, ik laat het ook een beetje op me afkomen. Ik zie het wel. Ik ben heel blij met Lisse Knapen, hoe die het ook doet. Dat voelt heel goed, hè? Mm-hmm. Heeft u al iets gezien van haar? Nou, bij haar gezien. Dat voelt helemaal goed. En weet je, toen ik een foto van haar zag dat we hoorden, toen schrok ik ook wel. Want toen dacht ik van, goh, ze heeft iets van M. Maar ik had wel meteen het gevoel, dit zou M goed hebben gevonden. Hè? En de wijze hoe zij het doet... Ja, dat hebben we nog niet gezien. Maar... Nee, maar gewoon hoe zij ermee omgaat met het hele thema en alles. Dat ik denk van nou, hier mogen we eigenlijk ook dankbaar om zijn. Dat het op zo'n manier gedaan wordt. Maar goed, waar ik nou benieuwd ben is... ik vergelijk het dan een beetje met Ma, omdat ik dat een beetje gevolgd heb. Kijk, dat is natuurlijk iets wat dicht bij mensen staat. Omdat er heel veel mensen zijn die iemand in een omgeving hebben die dat heeft. Dus dat is iets wat relatief herkenbaar is voor veel mensen. En dit is denk ik iets wat relatief niet zo goed herkenbaar is.
Dus ik ben eigenlijk... Waar ik benieuwd naar ben is... Wat mensen dan uiteindelijk oppikken uit zo'n voorstelling. Ik bedoel, ik denk niet dat ze... Ik denk dat ze ook gaan om een avond theater te hebben. Ja. Hè? Mensen zijn ook benieuwd van zeg maar, een maatschappelijk relevant thema... waar ook zeg maar, emotie in zit, leven en dood. Hè? Wat ook natuurlijk heel erg des theaters is. Van hoe wordt dat verbeeld? Een gevoelig thema, omdat het over een specifiek persoon gaat... wat ook een maatschappelijk probleem lijkt te zijn. Hè? Hoe wordt dat verbeeld? Dat is ook het theateraspect, daar komen mensen ook voor... Maar ze komen denk ik ook voor een deel van, goh, krijg ik nu een ander beeld hierbij? Leer ik hier iets? Maar ik ben benieuwd wat het dan is. Ja. Zeg maar mensen die daar niet direct mee te maken hebben, wat houden die daarvan over? Wat blijft dan hangen? Want dat is uiteindelijk zeg maar, wat een beetje het doel is, hè? Dat we toch anders tegen dit soort ziektes aan gaan kijken. Ja. Ja, dat hoop ik. Dat hoop ik echt. Dat hopen we allemaal. Bedankt ook voor dit mooie gesprek. En natuurlijk bedankt Jo en Marilise voor jullie openhartigheid. Vond je dit nou interessant? Vergeet je dan niet te abonneren op deze podcast. En wil je op de hoogte blijven van alles over Solo Stories? Like dan onze Facebookpagina. En voor een kijkje achter de schermen van onze voorstelling? Dan kan je ons het beste volgen op Instagram. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Ciao!